Het eerste karpertje is alweer gevangen. Op de open helhooi. Kijken of deze zich wel gaat dragen. Dit mooie spiegeltje. Kijk eens.
In de pompenblaad, zei ik. Ook niet in de rieten. Nummer 3. Nummer 3. Kijk eens een prachtig exemplaar. Kijk eens een prachtig exemplaartje. Kom in, jongen.
neem maar zo weer terug. We gaan jou eerst nog even jouw mondje aanbrengen, jongen. Jongens, vergeet het niet. Heb je een beschadigde vis, behandel hem eventjes. Kom eens even, jongen. En je bekje hebben ze een beetje uitgescheurd. Een beetje clinic op zijn bekje, hij was een klein beetje uitgescheurd. En op deze manier gaat het wel weer goed genomen, geneest het weer. Een dikke winde, jongens. Mooie winden. Omkeer.
Ja, beste kijkers, ik heb de stek even opgeruimd, want ja, er zijn mensen, vissers noemen ze die ja, zoals jullie kunnen zien, hun afval gewoon in de rieten hier gooien. Jongens en meisjes, dames en heren, je hebt het ook mee opgehaald, neem het ook weer mee. Ik zal het dit keer doen, maar ik hoop dat jullie het de volgende keer doen. Bedankt. Dus alsjeblieft, laat je stek schoon achter. Kleine moeite. En het hoort niet in de natuur trouwens. En voor de mensen die hier wonen, ja, die wonen ook niet graag op een afvalbelt. Zou je zelf ook niet willen. Dus neem voortaan je rommel mee. Grrrr!